De Pan American Health Organization, PAHO, heeft radiologisch meetapparatuur overhandigd aan het ministerie van Volksgezondheid. De overhandiging vond plaats op het ministerie van Volksgezondheid door de PAHO-WHO-vertegenwoordiger Dr. Gitadis Djibril. Daarbij waren aanwezig de directeur van Volksgezondheid Maureen Wijngaarde, minister Antoine Elias en klinisch fysicus Whitney Coulor van het Radiotherapeutisch Centrum Suriname. De apparaten zijn belangrijk voor kwaliteitscontrolemetingen bij toestellen van de diagnostische radiologie. Later op de dag bracht minister Elias een kennismakingsbezoek aan de Surinaamse Tandheelkundige Vereniging. Tijdens het bezoek heeft de vereniging een plan overhandigd aan de minister voor Tandheelkundigen in Suriname. In het plan zijn onder meer preventieve punten opgenomen voor tandheelkunde, waaronder poets- en fluoride spoelprogramma's op alle scholen in Suriname.